Hallo, honneponnen en broekemannen en verdere familie. Wie van jullie kan er goed pingpongen? Jij? Ja, nou zeg, Pipo heeft het ook eens gedaan. Let maar eens op. Zo. Ja, dit zit goed vast. En de tafel staat ook goed vast. Zo. En nou gaan we spelen. Ja, dat moet je toch eigenlijk met z'n tweeën doen, hè? Hallo. Ook namens de Susa Poetie. Dag, Poetie. Dag, Kluk. Dag, Griep. Zeg, wat een rare tafel zijn dat, hè? Hoe, die hebben het zeker weer zelf gemaakt, hè? Lijkt me lastig, zeg, om zo aan te eten, hè? En waar zijn het malle netje voor, hè? Oh, dat begrijpen we al. Ja, nee, begrijpen we al. Kijk, dat zijn om de soepballetjes in op te vangen, begrijp je wel? Maar wat een rare, platte koekenpannetjes zijn dat, zeg. Pingpong. Hoe, nou even. Ja, mijn zus spreekt als Chinesisch, hoor. Ja, Kluk, dat is geen Chinees, Kluk. Zo heet het spelletje, pingpong. Oh ja? Sigapoetie, zullen wij een spelletje pingpong spelen? Koffie. Ja, jij daar staat, vooruit. En dan ga ik hier staan. En Kluk, ga jij maar hier zitten, hè. Dan ben je tenminste uit de weg. Nou, dan gaan we. Poetie, klaar? Oefie. Nou, Oefie, dan komt Piep, hoor. Poetie, waar is die bal nou? Nou, dat begrijp ik niet, zeg. Hé? Schappende flap, kijk nou eens. Nou, daar gaan we weer. Nou, zeg. Hé, wat is dat nou? Kluk, wat heb je, wat is er? Kluk. Daar gaat hij weer. Oh, dan komt er niet. Ja, zo. Mameloe, heb je toevallig een boterham met pindakaas en muizen? Alsjeblieft, Pipo. Ik ben er net mee bezig. Ah, gelukkig. Nou, moet je opletten. Moet je me opletten. Zeg, ja. Dat zijn lekker, hè? Ja. Zijn het toch nog wel een voedzaam spelletje, hè? Dat pingpong, hè? Pingpong? Ja. Gelukkig, dat heet pingpong, net als Pipo, hè? Pingpong. Ja, zeg, maar gaan toch zeker niet de hele dag aan jou denken? He? Kom, alsjeblieft, Pipo. Nou, we hebben wel wat anders aan te denken. Zeg, zijn er eigenlijk niet een spelletje waar te beginnen met de Kluk? Zo van de Klunsklans of zo? Nou, Klunsklans. Nee, Kluk. Dat kun je best leren, hoor, Kluk. Dat is een leuk spelletje. Leren dat spelletje? Ja. Dat spelletje leren? Ja. Dacht je misschien dat mij dat niet kon? Dat mij niet kon slaan met zo'n klein koekenpannetje tegen een... Nou, ze, dat kon hij mij al. Toen was hij mij nog maar een heel klein klukkenpukje. Waar of niet? Dat weet ik niet. Nou, dan. Die zijn altijd zeer slecht van de onthouders geweest, hoor. Maar, nou, wij willen wel. Kom, ben je bang voor de verlies? Nou, waar blijf je nou? Nou, bang voor de verlies. Vooruit, dan gaan we beginnen. Hou jij dit vast? Eet maar lekker op, hè? En jij gaat daar staan en ik ga hier staan. Ja. En binnen mij zo. Dan gaan we dan. Ja, vooruit. Vooruit. Zo. Ja. Nou, 1, 2, hoeps. Nou, dan zei het hoeps zitten, maar waar blijf je nou? Nou, Kluk. Nou moet jij slaan. Nou. Wat nou dan? De Kluk. Nou ga jij slaan. Zoek het balletje. Moeten we eerst nog een keer een balletje gaan zoeken ook? Nou zeg, dat zijn ook van de fraaien hoor. Nou, waar zijn de balletjes? Waar zijn... Oh ja, ga jij eens weg. Ach kijk nou, daar vinden wij hem ook meteen. Dat is hem mooi zeg. Ja, Pipo, we hebben hem. Daar gaat hij dan hè? Ja, 1, 2 pats hè? Ja. 1, 2 pats. Kluk, wat doe je nou? Dat zijn ook aardig, hoor. Om niet even te waarschuwen dat de balletje onderwel rijp zijn geworden. En misschien elk ogenblik uit kunnen komen. Nou, ik ga met jou nog eens een keer zo'n spelletje doen van Pingelepang, zeg. Oh. Kluk moest de pingpongtafel zelf schoonmaken. Maar jullie zijn al schoon, hè? Dus de hoogste tijd. Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, welterusten.